heb prachtige Australische Wagyu, grain fed. Mooie vetlaag eraan. Ideaal om op de horizontal skewers van 85 aan te rijgen. Dat is een beetje de Zuid-Amerikaanse manier van grillen. En deze picanha's die ga ik aanrijgen zodanig dat de vetkant aan de buitenkant zit. Dat dient om hem te beschermen tegen te erg verkleuren, maar ook dat het vet mooi over het vlees kan druipen terwijl het bakt en smelt. Ik heb hier gegaard buikspek, mager, met niet te veel vetstructuur erin. Dit is voorgegaard op lagere temperatuur, zodanig dat het sappig blijft. Nu hoef ik het enkel nog lekker aan te korsten en de warmte naar binnen laten gaan. En dat kan perfect met een laag vuur en de hogere horizontal ring. En dat vormt een prachtig plaatje.